Centraal Station in Amsterdam. En daar stond Fred. Nou meisjes, daar staan we. We gaan vandaag iets heel spannends doen, namelijk iets met explosieven. Ja, toen zei hij dat allerlei dingen met explosieven konden gaan gebeuren, ook tijdens de shoot. Dus dat, ja, dat was wel eventjes schrikken. Pak je laarzen, pak je helmje, pak je vest en dan gaan we een stukje lopen. We moesten hoge kaplaarzen aan, we moesten een ding op ons hoofd. Het was niet echt mochten we naar beneden of Noord-Zuidlijn kijken. Het was echt leuk om te zien dat het eigenlijk pas in 2017, als het goed is af is, dat jij er dan, terwijl ze aan het bouwen zijn, al er doorheen kan lopen. Op een gegeven moment krijg je wel een beetje onderbuikgevoel natuurlijk, omdat je niet weet wat gaat gebeuren en explosief raak je natuurlijk wel een beetje zenuwachtig van. Het viel mee, ik dacht echt dat er ratten zouden zijn, dat overal water zou lekken. Ja, het is ondergronds onder water gebouwd, ja. Ik ben nooit in zoiets geweest. De bouwvakkers die keken wel, ja. Komen ze niet dagelijks tegen natuurlijk 12 mijlen door de tunnel. We staan in de Noord-Zuidlijn. Heel bijzonder voor jullie, want er gaat pas over een paar jaar open. Maar we gaan hier iets heel belangrijks doen vandaag. Namelijk Leader opnemen. Een soort commercial waar het televisieprogramma mee gaat beginnen. Een hele belangrijke dag voor jullie vandaag. Ineens zag je echt allemaal een soort van Michelin-mannetjes. Eigenlijk iedereen had zo'n wit pak aan, helemaal dichtgeritst. En mondkapjes, dus we hadden echt zoiets van, oké, waarom mondkapjes? Wat gebeurt er? Ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet. Alles werd afgeplakt. We wisten nog steeds niet wat er met die explosieven zouden gaan gebeuren. Het was heel gespannen om dat nog even af te wachten. Ladies, het leukste van de dag gaat nu pas komen, want we gaan de Leader opnemen. En het gebeurt met iets heel bijzonders. We gaan namelijk een verfbom op jullie afvuren. We hoorden ineens een grote knal en allemaal paars. Je schrikt echt, want je hoort een knal en al dat poeder en het komt ook gewoon richting jou, want je ruikt het helemaal. Ja, dan schrik je echt wel van, er komt toch wel een beetje spanning. Want oké, dat moet ik straks ook echt doen. Moet ik kijken? Ja, toen kon ik dan terugzien hoe het was gegaan. In 1000 beeldjes per seconde. Dat is zo leuk! Eerst keek je nog best wel serieus. En daarna kwam ik, ja, ik kwam een grijns op zijn gezicht. Ja, het is echt geweldig om te zien. Ook die reactie van hem. Ik was heel blij. Het was echt schattig om te zien. We gaan beginnen met Anke. Spannend. Ja, en toen moest ik als eerst na Fred. Dus ik was op zich een beetje gespannen. Succes! Dankjewel! Maar één kans, hè? Okay. Ja, ik vond het wel spannend dat ik als eerste moest. Ja, iedereen kan natuurlijk een beetje kijken, ja, of je het goed doet of niet goed doet. Dus ik hoopte echt dat ik het goed zou doen, want anders ga je ook een beetje af natuurlijk. 3, 2... Eerst had ik zoiets van, misschien toch niet zo goed. Dankjewel. Echt heel erg bedankt. Ja, ik in de rug. Het is echt grappig, want als de knal komt, dan ben je nog gewoon jezelf. En dan zie je ineens je reactie. Kijk, daar kom je al. Oh, ja. Zie je? Je ziet er allemaal mond uit. Toen zag je echt mijn mond van, wow. Dat was echt heel grappig. Ik vond het heel knap dat zij als eerste het spits afbeet. En dat zij ook echt het meteen goed deed. Ik zie haar echt als mijn concurrent. Anke is zo goed. Wow, je bent goed. Succes. Ja, dan moet jij. Maar ja, je weet nooit hoe je gaat presteren natuurlijk. Je hebt maar één kans. En dat moet je ook gewoon goed doen. Dus dat staat op dat moment ook echt een hele grote druk op me. Ja. Bo is echt zo'n meisje die je gewoon voorbij loopt. Dat je niet je hoofd omdraait. Want zo, dat zou wel model zijn. En als zij voor de camera staat, gaat echt een knopje om bij haar dan. Op dat moment is zij gewoon echt een model. Oh, ik heb natuurlijk ogen. Ja. Je ogen. Maar je is wel goed volgens mij. Bij Bo ging het ook wel goed volgens mij. Kijk, oh, wow. Mooi. Cool. Oh, wauw. Het effect is echt heel mooi. Ja, zit, tekent dat jij nog steeds in de race bent om Holland's Next Topmodel te worden.
degene die zichzelf niet voorbij ziet komen, gaat er vandaag afscheid van. Echt van de knal. Ik schrok meer van de poeder die opeens om je heen gaat. Ik kreeg het natuurlijk allemaal in je neus en in je mond en in je ogen. Dus het was even eventjes ademen. Maar het was wel echt heel vet. Ondanks dat je weet dat het dat schot komt, schrik je toch wel een beetje. Ja, Cheyenne die kreeg er staart in het gezicht. Dus die was na afloop niet zo blij. Ik kreeg ook echt mijn staart zo van zo in mijn gezicht. Dus je zag echt zo'n staartafdruk van dat paarse poeder. Ja, mijn staart ging helemaal naar voren. Nee, je staart zat helemaal paars. Ja, hij blies hem echt zo naar voren. Ja. Toen ik daar stond, ja, je weet wat er aankomt. Want je hebt het natuurlijk ook bij een paar meiden voor je gezien, je hebt Fred. Maar als je nou eenmaal staat, dan voel je het, ja, je bent toch wel een beetje bang. Je denkt, ja, je weet wat er komen gaat. Maar of je nou een druk voelt, of dat het kriebelt, of dat het pijn doet, je weet het niet. Hield ik goed mijn ogen open, dus dat was best wel een strak beeld. Heel mooi. De liedenopname, ja, daar ben ik wel trots op mezelf over. Ja. Volgens mij heb ik redelijk goed mijn ogen open gehouden en is het bij mij volgens mij redelijk goed gebeurd. Ik was heel vies. Ik zat helemaal in het paarse ver. Overal zat het. Milou ging eerst best wel bang staan, ze had best wel angst in de ogen. Ik wist wat er ging komen en dat zag je in mijn ogen een beetje zo van, ik weet wat er gaat komen, er gaat nu wat achter mij ontploffen. Uiteindelijk erg tevreden, maar over mijn laatste paar seconden en niet mijn eerste seconden. Ze kan echt volgens mij een goed model zijn, maar ze moet een beetje kijken wat haar sterke blik is. Ik was natuurlijk niet als eerste, dus het was wel fijn. Ik kon een beetje aankijken hoe die meiden reageerden. Ik heb mijn angst. Maar ik hou het wel goed, hè? Het zag er zo gaaf uit. Ja, ik ben echt tevreden. Ik dacht, nou ja, oké. Probeerde ik echt mijn ogen open te houden, maar je ziet jezelf toch dat je toch gaat knipperen uit reflex. Wow, ik heb wel heel boos. Ik was heel boos. Het ging in mijn haar, het was in je oren, overal zat het. Je schrikt echt heel hard. En de laatste, Soraya, zet hem op. Soraya was als laatste, die sloot het ook echt wel heel zelfverzekerd af. Kijk, super vet. Ik vond het echt een hele toffe shoot. Ik denk niet dat ik dat ooit nog zal meemaken.